Eerst aandacht voor Oegraha, een man die voor tonnen schade aanricht door geld bij vrienden te lenen en niet terug te betalen. Welk bedrag heeft hij in totaal gekregen van jullie? Nou, ik weet het niet helemaal, maar zeg maar bijna 2 ton. Die vertrouwen in principe niemand meer. Ze zitten nog maar net en Oegraha komt meteen met beloftes wanneer hij Jan en Annie gaat terugbetalen. Ik doe het op mijn manier. En het is 18 en 31ste. De eerste storting. Ik ga niks contant doen. Nee. Ga via de rekening. Ja, prima. Maakt mij niet uit als er mijn geld komt. Dan gaan we het op papier zetten, wat we net afgesproken hebben. Als je papier hebt, dan zet ik die datum erop. Ja, dus dan gaan we het even opschrijven. We leggen vast dat Oegre een schuldbekentenis tekent. Waarin hij verklaart Jan en Annie het totale bedrag van bijna 200.000 euro tot de laatste cent te zullen terugbetalen. En als we onze verborgen camerabeelden van de afspraak bij de politie hebben ingeleverd, is er al snel goed nieuws. De politie houdt Oegre aan en hij moet zich kort daarna verantwoorden voor de rechter. De rechtbank heeft hem een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Een proeftijd van 3 jaar. En aan die proeftijd is een aantal voorwaarden verbonden. Nu spring ik op de bres voor slotenmaker Rob van Tol uit Alphen aan de Rijn. Hij heeft last van andere slotenmakers die te veel geld vragen voor spoedklussen. Zijn naam wordt misbruikt en hij wil mogelijke slachtoffers behoeden voor deze malafide slotenmakers. En daarom zet ik met hem een val op. Door het boren wordt al snel ook de aandacht van een buurman gewekt. En die weet dat mijn collega hier niet woont. Mag ik u wat vragen? Hoi. Ik heb de sleutel binnen laten liggen. Waar is Willem dan? Ja, die is er niet, maar die kan je bellen hoor. Komt goed. Zoek de buurman. Ja. Maar ook deze aanwijzingen dat niet mijn collega, maar ene Willem hier woont, zijn duidelijk aan Dovermans oren gericht. En de slotenmakers gaan ongestoord verder. Als de deur eenmaal open is, blijkt de toch al hoge prijs nog hoger uit te vallen. In de eerder genoemde prijs was namelijk nog geen nieuw slot meegerekend. Maar dat komt nog erbovenop. Dat komt erbovenop, ja. Oh, zo. 130 zijn voor de opening. Maar kan ik het niet gewoon op factuur, dat ik het... Dat jullie mijn factuur sturen? Nee, dat kan de last niet. Waarom niet, als ik vraag mag? Omdat wij zijn een nooddienst, we doen altijd op plaats betalen. Waarom heb je haar niet om een identiteitsbewijs gevraagd? Waarom daar moet vragen? Ja, misschien woont ze hier wel helemaal niet. Ja, ik denk vanuit dat ze hier wonen. De buren kennen haar ook. Helemaal niet? Ja. Maar, hoezo kennen de buren haar? Maar ik hoor niet van die verder met jou in gesprek, ik ga weg. Waarom kan zij niet per factuur betalen? Wat zijn dat voor? Dat kan niet dan. Ja, maar dat hebben jullie van tevoren helemaal niet gezegd. Ja, dat kan niet. Hoezo kan dat niet? Ja, dat kan. En dan moet je dat van tevoren aangeven. Ja. Het zijn hele rare bedragen die jullie rekenen. Ja. Waarom ga je nou niet gewoon met me in gesprek? Als jij een normaal bedrijf bent, dan ga je toch gewoon normaal met mij praten? Ja, hey. Maar je bent met een taxi? Ja, ik ben met een taxi. Oh, je hebt zelf een taxibedrijf? Ja, ik heb zelf een taxibedrijf. Dit doe ik door de week en taxi meer in het weekend, man. Oh, joh. Ja. Ruim een half uur later zit er nog geen enkele beweging in de deur. En hij laat zelfs mijn collega een poging wagen. Kijk. Oh ja, dat hele knop draait door, joh. Dat is cool. Hij draait door, man. En uiteindelijk moet hij zelfs telefonisch de hulp van een collega inschakelen. Oké, want mijn borg gaat niet verder. Oké, dat is goed. Okay. Ja, hey. Ik moet even doorboren, man. En dat betekent dat het alleen nog maar langer gaat duren. Maar dat besparen we u even. Het is overduidelijk dat deze slotenmaker het liefst zijn werk zwart betaald wil hebben. Hij wil wel heel graag zonder factuur werken. Factuur is wel handig, toch? Maar ook als we het netjes wit willen regelen, moet er nu meteen cash worden betaald. En dan kan ik die naderhand betalen? Of hoe gaat dat? Nee, gewoon contant, man. Cash. Achteraf. Achteraf. Ja, dat omdat ik hem heb geopend. Nu? Ja. Ik heb niet zoveel geld, 314 euro hier binnen liggen. Ik wist niet dat ik hem nu meteen cash moet afrekenen. Ja, dat moet maar. Ja, maar dat hebben ze mij niet gezegd. Ja, maar hoe dacht je dan dat het zou gebeuren? Ja, ik denk ik krijg een rekening en dan kan ik het overmaken. Zo werken we niet, man. Ik zal me even voorstellen. Hoi. Ik ben Alberto Stegeman. Hoi, goed. En wij doen onderzoek naar... Ik wil niet op de camera. Ja, maar ik wil gewoon even met je praten. Ja, maar ik wil niet op praten. Ja, maar we hebben het over
We hebben het over de manier waarop jullie slotenmakers werken. Ik wil niet op camera. Ja, maar waarom moet hij cash afrekenen? Waarom moet hij nu cash afrekenen? Maar de slotenmaker lijkt vreemd genoeg niet te willen vertrekken. Hij is namelijk zijn telefoon vergeten en loopt terug om die op te halen. Ik grijp die kans aan om hem toch nog even aan de tand te voelen. Maar je hebt echt broddelwerk afgeleverd. Het is echt raar dat hij dit nu cash moet gaan betalen. Je hebt niet eens naar een identiteitsbewijs gevraagd. Dit laat dus echt zien dat ik waarom ik waarschuw voor malafide slotenmakers. Het zijn gewoon, hoe noemen we dat? Piraten? Knoeiers?